Ja, we staan hier bij Café Slichting in dat mooie Overveen. En voor mij iemand die ik al jaren ken, Pim de Boer. En Pim, hoe ver gaan we terug als we het hebben over de Whiskers? Dat is in 62 geweest, 1962. Toen is het begonnen? Ja, ik kwam van de middelbare school en toen ontmoette ik Gerrit Dijkshoorn bij Phonogram op de Singel in Amsterdam. Ja. En ik ging daar aanvankelijk vakantiewerk doen, schoolvakantiewerk. En, ja. Ik wist nog niet wat ik zou gaan doen met mijn diploma. En toen, ik denk, nou ga ik daar maar werken bij grammofoonplaten natuurlijk. Ja, ja, muziek ja. Is mijn lust en mijn leven. Ja. En daar werkte ook Gerrit Dijkshoorn, die was daar conciërge. En die had een band. Ja. En op een gegeven moment toen hadden ze hun drummer, die had ze avondverkoop met kerst. Dus vroeger of ik daar een keertje wilde invallen. Ja. En dat is dermate goed bevallen dat ik op een gegeven moment nou al 30 jaar met Gerrit gespeeld heb in allerlei formaties. Jij had natuurlijk voor dat je ook zong, hè? Ja, ja. Ik, want die combinatie drummen en zingen, ja. Ja, 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 ja. Er zijn genoeg zangers, er zijn genoeg drummers, maar niet zoveel die dat combineren. Nee, ja, nee, ja. Dat is nee, maar ook, wat ik me weet te herinneren, je zingt ook goed, dus, ja. Dus dat is... Hey, en die Whiskertijd, hoe lang heeft dat geduurd ongeveer? Oh, ik moet terug, want op een gegeven moment ben ik een Italiaanse band gaan spelen. Italiaanse band? Ja, ja, ja. Ik denk tot... 70, 1970, 1970. En welke band was dat? Dat was een Italiaanse kwartet, Quartetto Sereni, en daar heb ik mee in de wintersport gespeeld. Maar ook wel bij Hotel Bouwers in Zandvoort. Ja. En ik ontmoette ze eigenlijk bij het Lido in Amsterdam. Ja. Eigenlijk de week erop zijn we al naar Zwitserland gegaan om daar de wintersport te spelen, Arosa. En nu helemaal de jazzkant. Ja. Helemaal anders popmuziek. Ja, dus, nee, maar jazz is eigenlijk altijd mijn grote liefde geweest. Ik ging al naar... met het concerten van Art Blakey en John Coltrane. Ja. Dat vond, hoppa, ja, we zijn er weer. Ja, oké. Okay. Ja, nee, jazz is eigenlijk altijd voor mij nummer 1 geweest. Ja. Qua interesse en zo. Ja, ja, en, ja, die gouden tijd in Haarlem, even voor de Haarlem. Dus, Pim speelde ook bij Palermo in de Kromme Elbehoogsteeg. Ja, ja, dus, voor mensen die het niet weten, dat is het steegje wat de Zijlstraat verbindt met de Nieuwe Groenmarkt. Ja, precies. Ja, ja. En dus nu de Stalker. Ja. En ja, geweldige tijden daar. Jawel, met ja, alle ja, ja. Bekende bandjes uit die tijd. Ja, de Buffons, Wally Tox, Naad, ja, Zuiders. Ja, dat hebben we allemaal gespeeld. Ja, ja, ja. Oud Pakhuis was het, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Hey, wat leuk dat je het nog steeds speelt. Ja, joh. En dat je geniet van de muziek. Heb je, voordat je in de muziek ging, nog wat anders gedaan? Een vak uitgeoefend? Nou, ik heb een middelbare school was detailhandelopleiding. Dus vertegenwoordiger, etonneur, reclame tekenen en zo. Oh. Die opleiding heb ik gehad, maar ik heb er nooit iets mee gedaan. Behalve dan de algemene ontwikkeling, het was HBO niet. Nou, dus, voor alle muziekliefhebbers in ieder geval, ja. Is dat maar goed ook. Ja. Leuk dat je het zegt. Hey, veel succes okay. Met alles wat je doet. Okay. En ik hoop dat je het heel lang nog in goede gezondheid mag doen. Ja, dankjewel, Charles.